Ah, nee! Oh, dat heb ik net gemist. Alles op de grond! Op welk moment is Stee voor jou onmisbaar? Dat is wel een heel bijzonder paard. Dat zeker. Oh, wat een lieve paard. Dit is voor het flitsen. Voor letters flitsen. Goedemorgen, het is vandaag maandag en ik dacht ik ga jullie gewoon weer eens een keertje meenemen in mijn week. Dus welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik zit nu in de auto, ik heb de kinderen net naar school gebracht en ik sta voor de kringloopwinkel. Ik wil namelijk heel graag voor een video voor het Creatie kanaal iets gaan opknappen dat van de kringloopwinkel komt samen met Rick. Ik heb nog geen idee wat. Ik had zoiets van, nou, ik ga wel gewoon kijken wat ze hebben en ik laat me verrassen. Dus ik ga er nu naar binnen en ik hoop dat ik iets leuks ga vinden. Zo, weer terug in de auto. Ze hadden niet echt heel erg veel, maar ik moet ook zeggen dat ik wel een beetje meer kijk naar grote meubels. Echt als kasten, buffetkasten. Dat vind ik altijd heel leuk om een make-over te geven. Maar daar heb ik nu op dit moment even geen tijd voor, zin in. Dus ik wilde eigenlijk iets kleins en toen lukte het niet echt. Maar ik heb wel een heleboel boeken gevonden en ik heb wel iets meegenomen. Zo'n dienbladje, misschien dat ik dat kan gaan opknappen. Maar in ieder geval veel leesboeken voor de kinderen. Daarvoor slaag ik wel altijd. Ja, nou dit is het dus geworden. Kunnen we daar wat mee? Ik denk het wel. Kunnen we daar wat van maken? Ja? Vast wel leuk. Nou, en voor de rest is nog wel verf gehaald en zo en de boekjes. En dat was het. Maar inmiddels was het alweer lunchtijd. Onze meiden hebben geen continu rooster op school, dus die eten altijd thuis. En terwijl de meiden naar huis lopen, dek ik alvast de tafel. Hey, schatje. Welkom thuis. Ik heb vanmiddag klasdienst. Heb je vanmiddag klasdienst? Ja. Oh, goed om te weten. Hoe was het op school? Leuk. Ja, leuk. Je mag weer een fan-thee uitzoeken. Dit zijn wel wat theetjes die we van fans hebben gekregen in de post. Dus die gaan we zo meteen even lekker drinken weer. Hey liefie, welkom thuis. Hallo. Hoe was het op school? Goed. Ja, goed. Ik ga verder met de vaatwasser uitruimen en dan gaan we eten, goed? Ik heb trouwens van alles voor jullie gehaald. Wat? Kijk. Een hele stapel met boeken. Ik heb fuchsia. Maar dan een moeilijke versie, dus misschien zijn sommigen nog te lastig hoor. Dit is een heel mooi meisje, het zijn hele mooie plaatjes. En ik heb voor deze voor jullie samen een Tom en Jerry stripboek. Het zijn niet zulke moeilijke stripjes, zo kijk, zie je, het zijn niet zulke lange zinnetjes allemaal. Dus ik dacht, dat moet wel goed gaan. Deze is leuk als eerste. Ja, die is leuk hè? En als het goed is, is het een heel leuk groot verhaal. Nou, volgens mij zijn de boekjes goedgekeurd. Yes. Eet smakelijk. Smakelijk. Zelfs nog het wit is een beetje zacht, dat is niet zo lekker. Nee, ja, is... Misschien is het toeval dit ei, omdat hij zo groot is. Ah, nee! Oh, dat heb ik net gemist. Alles op de grond! Heb je je ei laten vallen? Oh, jakkes! Het zit zelfs op je sok. Het zit overal. Dat weet toch ook eigenlijk een kleinkind? Maar dit is echt, ik heb het nog nooit zo erg gehad als dit. Het is jammer dat ik net niet aan het filmen was, want ik was net mijn broodje aan het filmen. Maar toen gebeurde het spannende daar. Man. Op mijn sok, op mijn broek, een hele foute plek. Dat eiwit. Waar? Oh, sexy. En op mijn shirt dan. Nou, ik ga gewoon helemaal in de was. Ah, oh, Emily, dankjewel. Lief. Oh. Dat hoef je te doen hoor. Ga je het voor papa opruimen? Wat lief van je, schatje. Nou, dat maakt dan weer een heleboel goed, hè? Wat een knoeiert is die papa. Nou, even... Ja, doe je broek uit. Deze beelden zijn helaas niet geschikt om te delen op het internet. Oh, ben je uitgenodigd voor een partijtje? Ja. Oh, wat leuk. Van Sophie. Gezellig. Ja, paar weken te gaan. En dan? Is het oktober. En dan? Ben ik bijna jarig. Yay! Yay! En papa ook. Jee. Maar papa is na mijn jaren. Ik ben heel oud, hoor. Ja, papa wordt bijna 40. Nee. Nou ja, 36. Bijna 40. Nee. Of word je 37? Nee. 36. Papa wordt 30. Maar 30, een broekie. Papa wordt 20. Lieverd.
Jij hebt gym, dus jij moet je gymtas mee. Doe ze. Ja, maar die heb jij in de studio gesmeten op de grond. De studio. Dat gaat. Veel plezier op school. Je neemt kapitein onderbroek mee. Ja. Deze mee naar school. En ik heb net een beetje een losse tand gekregen. Ja, volgens mij zit je tandje los. Wordt je eerste wiebeltand. Ik neem kapitein. Heb je gevoel, liefje? Heb je gevoel? Mila, dat tandje zit een beetje los. Nee. Een piepklein beetje. Piepklein beetje wiebeltandje. Engert. Nou, doei kindertjes. Tot vanmiddag. Doei. Veel plezier op school. Terwijl de meiden naar school gingen, begonnen Rick en ik aan onze video. Hi! Nee? Yo! Nee? What's good? Oh, wacht, die is niet van mij. Ja, die andere ook niet. Joejoe! Nee, je mag niet. Hey, mensen! Ik die is vergeten. Kan ik die nou vergeten? Waarom zeg ik mijn naam eigenlijk altijd zo beroerd? Het lijkt ook wel alsmaar erger te worden. Ja. Straks hoor je alleen nog maar... Mimi. Mimi. Zal ik het eens proberen anders te zeggen? Ja. Hoe heb ik mijn handen altijd? Zo? Weet ik veel. Ik weet het ook niet meer. Doe zo niks. Hey YouTube. Ik ben Maris. Ook wel bekend als Creatic. Nee? Hoe zeg ik dan? Hoe heet ik dan? Ja, weet ik veel. Dat is als hoe ik me voorstel, zeg ik altijd... Maris. Ik ben Maris. Maar nu hier zeggen... Ik ben Marie. Ja, het is Maurice. Verstaan. Ik ben Maris. Hey YouTube. Ik ben Maris. Ook wel bekend als Creatic. Ik denk dat het komt omdat je de s niet wil zeggen. Normaal zou ik zeggen ik ben Maris. En niet nu zeggen ik ben Maris. Ja, ik ben Maris. Zo'n zachte s, omdat je niet wil slissen. Is dat je voice over? Onbewust dan? Ik ben Maris. Beter? Probeer eens. Hey YouTube. Ik ben Maris. Maris. Afkorting van Mariska. Misschien moet ik gewoon zeggen Mariska. Nee. Misschien zijn mensen helemaal in de war dan. Godver. Ja, dank je. Oké, na een hele lange intro gingen we eindelijk aan de slag hoor. Heel voorzichtig. Niet te hard er langs lopen, want ze blijven niet staan. Dan kunnen ze het makkelijkste drogen. Het lijkt wel een beetje op van die dropstokjes van de kermis. Nou, we zijn inmiddels bezig met de video waarin we dus dat dienbladje dat ik net heb gekocht bij de kringloopwinkel zijn gaan opknappen. Maar we hebben niet zo heel veel garageruimte meer, merken we al. Kijk, we zijn nu dus in de studio aan het klussen en zo ziet het er nu uit hier inmiddels. Daar op de grond zit ik steeds te werken. Op hier een tafel en ja, het is niet zo heel veel ruimte. En Rick staat ondertussen hier iets te zagen. Wil het lukken? Ja hoor, op zich wel. Ja, ik ga nu de kinderen halen van school. Dus ik zie zo. Tot zo. Tot zo. Nou, dan kom je net thuis van boodschappen doen. En dan moet ik voor de tweede keer vandaag de vaatwasser uit gaan ruimen. Jee. En dan snel gaan koken. Maar een klein beetje. Ja, ik dacht ik doe een keer andere rijst. Misschien vindt Emily deze lekkerder. Want je hebt heel veel verschillende soorten rijst. Dit is basmati rijst. Normaal hebben we altijd pandan, die vind jij niet zo. Dus het is een beetje plakrijst die niet al te veel plakt. Ja, eet smakelijk. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Ik wil het niet weten. Dus af en toe. Ja, zal ik inschenken voor je dan? Op welk moment is thee voor jou onmisbaar? Onmisbaar? Dus wanneer kan je echt niet zonder thee? In de avond en als we lekker een dinertje hebben. Zoals nu? Zo'n dinertje? Nee. Oh, je bedoelt als we een afspraak ergens hebben? Ja. Zoals bij de ja. Hoe heet je ook weer? Bij de boekhouder? Als we gewoon lekker een dinertje hebben. Als we gewoon lekker, met allemaal lekkere gebakjes, dan wil ik zo'n... Oh, een high tea? Ja. Oh ja, met allemaal lekkere hapjes. Ja, dat is lekker. Thee. Ja, is heel lekker. Neem maar. Ik neem lekker smaak, lekker theetje. Mama, ik wou... Voor mij is thee onmisbaar als ik het heel koud heb in de winter. Dat is voor mij ook. En dan lekker in de avond. Thee onmisbaar als er echt niks anders lekkers te drinken is. Voor jou is thee misbaar.
Inmiddels is er gegeten en we hebben de kindjes gedoucht en op bed gelegd. En dan gaan we nu eindelijk ons DIY projectje afmaken waar we aan begonnen zijn vanmiddag. Maar het wordt wel echt heel leuk. Jij bent al begonnen? Ik pak even de spullen, ja. Nou, we gaan hem even afmaken en dan... Ja, ik ben heel benieuwd. Ik wil wel wat leuks zeggen, maar ik weet niet wat. Dan zie je zo het resultaat. Oh, nee. Want daarvoor moeten ze natuurlijk die video bekijken. Ja, hier krijgt misschien... ze alleen maar lieflapjes. Die kun je hier boven. Oh ja, is hij inmiddels al klaar nee, dan? Nee, klopt niet, want het is daar boven. Goed hoor, knap. Wauw. Wow. Goedemorgen, schatjes. Wie is deze? Goedemorgen. De kindjes die zijn naar school. En ik heb nu net gedoucht en ben aangekleed. En Rick die is in de tussentijd alweer hard bezig. Wil het lukken? Nee. Oh. We hadden hem helemaal verkeerd omgemaakt. Oh, dus we moesten bij elkaar? Ja. Gaat goed. Nou, de video is gelukt hoor. En nu moet ik heel snel het huishouden gaan doen, want de vaatwasser moet weer gedaan worden. Jij gaat de boodschappen doen, toch? Yes. En dan ga ik even snel een rondje rennen door het huis. Maar wat een mooie bloemetjes heb je voor me geplukt, Mila. Ja, mooi, ja, dankjewel. Ik zal ze in een vaasje zetten, goed? Ja, wat is dat nou? Kan je me dat eens uitleggen? Wat heeft papa zitten doen gisteren? Alles laten koken. Het is nu een veranderd bordjes. Ja, dit zijn de kippetjes die we gisteren hebben gegeten. Maar waarom wilde je die bordjes hebben dan? Omdat ik die verzamelde. Verzamel je die? Ja, want dit is het bordje dat we hadden gevonden op het strand. Ja. En dit zijn kippenbotjes. En ja. Papa dacht dat dat bordje op het strand een kippenbotje was. Dat is het dus niet. Nou. Maar dit zijn de kleine. Het komt wel in de buurt, zie je dat? Nee. Maar wat denken jullie? Wat denk jij dat voor bot het is dan, Mila? Gewoon een tenenbot van een dino. Oh, een tenenbot van een dinosaurus. En wat denk jij, Emily? Ja, ik denk ook een teen, maar... Een teen? Ja. Eet ook. Nadat de meiden weer op school waren, begon ik met het editen van onze video. En ging Rick naast me ook aan het werk. Ik denk dat ik nu met de video editen iets over de helft ben. Of bij de helft ben. Of een kwart misschien maar. Ik schiet niet zo heel erg op vandaag. Maar ik moet alweer de tas gaan inpakken. Want Mila die heeft zwemles nog steeds. Ik hoop dat dit de laatste kaart is eigenlijk. Dus ik ga snel de zwemtas inpakken. En dan gaan we naar zwemles toe. Ik zal wel even dit stukje laten zien. Oh, oké, nou, het is nog niet helemaal af. Oh, nog even snel een wasje erin voordat ik ga. Ik ben allemaal buiten aan van het rennen net met jou naar de auto. Oh. Maar ik heb snoepjes voor je mee en limonade. Ja, ja. Hey, die lolly hoort er helemaal niet bij. Nee, die hoort, dit was al in het zakje snoepjes. Ik heb geen lolly. Yay, lekker. Nou, doe je gordel om. Nou, toch om eens voor het helemaal de lolly. Drink even wat en dan gaan we naar zwemmen. Ja, we hebben zo hard gerend. Ja, ik ben er ook helemaal moe van. Dat was mijn allerhardst. Ja, voor mij ook hoor. Nou, let's go. Lekker hè, alle was weggewerkt. Dat vind ik ook, Soes. Dat vind ik ook. Ja, ik ben net zo blij als jij. Ja, leg jij maar de kinderen op bed, dan ruim ik de vaatwasser wel eventjes uit, zei Rick een half uur geleden. Nou, ik heb geen tijd om het te doen, want ik moet naar school. We hebben op school vanavond een informatieavond. Dan gaan ze van alles vertellen wat ze aankomend jaar van plan zijn. En ze hebben nu sinds dit jaar combinatieklassen voor de eerste keer. Dus daar willen ze ook van alles over gaan vertellen. Dus daar moet ik eigenlijk wel heen, maar ik heb echt helemaal geen zin. Het begint over 10 minuten, dus ik moet ook echt gaan. Ik ga jullie niet meenemen. Ik ga er niet zitten vloggen op school. Tijdens een informatieavond. Dus ik ga nu in ieder geval gewoon zeggen dat ik daarheen ga. En dan zie ik jullie morgen weer. En dan kan Rick in de tussentijd... De vaatwasser inruimen. Dat heb je weer heel goed gedaan hoor. Ja, dat had ik knap hoor. Dat had ik bewaard voor nu. Oh ja. Veel plezier op school. Nee, ik heb echt geen zin. Kan jij trouwens niet gewoon gaan? Nee, ik niet.
Waarom moet ik? Jij hebt al gezegd dat jij... We hadden net die discussie al. Toen zei je, nou, ik ga wel. Dan ga ik niet nu dan ineens zeggen van, ik ga wel. Dan had je dat niet moeten zeggen. Nou, hup, opschieten. Nou, doei. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik probeer mijn computer aan te zetten, maar... Oh ja, hij is aan. Het is nu 9:15 en de kindjes die zijn naar school. En ik zit alweer achter de computer, want ik wil graag mijn video afmaken. En op woensdag heb ik alleen maar een ochtendje de tijd, dus ik hoop dat ik het afkrijg. Vandaag even wat sneller doorwerken dan gisteren. Die informatieavond trouwens gisteren was nog best wel interessant. Dus ik had niet zo heel veel zin om te gaan, maar ik ben wel blij dat ik ben geweest. Oké, maar nu, ik ga niet heel zitten kletsen, ik heb niet veel tijd. Ik ga nu weer verder met de video waar ik mee bezig was. En toen ging ik nog eventjes naar de Action om wat spullen te halen, zoals verf en kwasten. Eigenlijk alles wat ik nodig had om hiervan iets tofs te gaan maken. Het is inmiddels 12:10. Rick is de kindjes nu van school op aan het halen, want het is nu woensdagmiddag. En ik ben nu bijna klaar met mijn video. Oh, ik heb er echt zo ontzettend lang over gedaan. Maar als het goed is, zit hij nu helemaal in elkaar. Dus ik ga hem in ieder geval nu renderen. En dan moet ik hem natuurlijk nog uploaden en een omslag van maken. En dat soort dingetjes allemaal. Maar dat doe ik aan het einde van de middag wel. We gaan nu lunchen. En dan hebben we zo meteen dyslexietraining met Emily. Die schijnt dus dyslexie te hebben. Dat verklaart een heleboel waarom ze zoveel moeite heeft met lezen op school. Heel traject geweest en we hebben het laten onderzoeken. Nou, daar zijn we dus nu inmiddels helemaal uit. En vanmiddag krijgt ze de eerste behandeling. Die duurt 34 weken. En dan krijgt ze echt 1-op-1 met een psychotherapeut, heet het geloof ik. Een dyslexiebehandeling. Maar dat is dus vanmiddag voor de eerste keer. Daar gaan we dan naartoe en dan mogen we er ook bij blijven. Dat duurt een uur. Daarna moeten we door naar paardrijden. Dus het is weer een lekkere, drukke woensdagmiddag. Maar... dat komt wel goed. Ik ben blij in ieder geval dat de video nu klaar is. Dus ik ga me nu in ieder geval eventjes helemaal zorgen dat hij in ieder geval geüpload kan worden. En dat ik hem dan vanavond online kan zetten. Hey, jullie zijn weer thuis. Hallo. Hallo, welkom thuis. Was het leuk op school? Ja. Goed zo. Terwijl Rick met Emily naar de dyslexiebehandeling ging, besloten Mila en ik een stukje te gaan wandelen. Nou, wij gingen ook even een keer een stukje wandelen. Wat is er allemaal gebeurd al onderweg? Pepernoot gekregen bij Pleunie en Vee. Ja. En toen gingen we naar Jules, mochten we Hans het aaien. Ja, kwamen we niet. Ja, en wat zien we daar nu? De koeien. Ja, daar zijn die koeien weer. Hè? Zullen we eens gaan kijken of we ze kunnen aaien vandaag? Ja. Kijk, dit is de wilde natuur van Wervershoofd, mensen. Die koeien die lopen hier gewoon los. Lief, hè? Die staan hier altijd. Mm-hmm. Jij vindt ze eng, hè? Mm-hmm. Waarom eigenlijk? Nee, die koeien niet. Het is gewoon een koe. Ze zijn wel groot, hè? En er zitten daar nog ergens eentje. Die zitten met... ja, daar zit hij. Dit is nog best wel een kleintje. Hallo. Kom, we gaan verder wandelen. We willen daar overheen, over de brug. Daar heb ik echt nog nooit van mijn leven over gesproken. Ja, ga maar. Nog even een bakje koffie. En dan ga ik weg. Een cake. Een cake. En dit moet ik even uitknippen. Dit is Rick net gekregen toen hij met Emily mee was. En er zitten dan van die huiswerkopdrachten in die we elke dag moeten gaan doen, toch? Dit is voor het flitsen. Voor letters flitsen. Ja, maar ik moet wel opschieten, want ik heb nog 10 minuten en dan gaan we naar paardrijden. Bijzonder paard. Nee, dat zeker. Oh, wat een lieve paard. Staat het ons hek? Ja, ja. Nou, ga lekker beauty poetsen. Nee. Heb jij een roskam nodig, Emily? Oh, heb je al.
En dit is dan het allerlekkerste van de hele dag. Thuiskomen. Ja, ook knuffelen ook. Maar ik bedoelde eigenlijk thuiskomen en dat mijn man dan aan het koken is. Dat is het lekkerste moment van de dag. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je die zelf getekend, Mila? Oh, wauw, het lijkt wel een soort van strip. Ben ik dat? Is dit papa? Ja. Oh, en sushi? Oh, en dit ben jij? Ja. No. Ik heb zo'n bordje met papa. En wie is dit? Wie is dat? Anna. Oh, hij is echt heel mooi, Mila. Heel leuk. Kijk, deze heeft Mila ook gemaakt. Dit ben jij op een luchtbedje, hè? Ja. En dit is Emily. Ja, dat is Emily. Oh, die zit op de donut. Die was er vorige keer nog niet bij. Nee. Die heb je er later bij gemaakt. Kijk. Wat is dat? Oh, een strandbal. Helemaal in 3D en ook. En een 3D strandbal. Ja, en oh, tof. Hij. Ja, leuk, Mila. Rick was deze dag niet thuis. Hij had afspraken buiten de deur. Dus ik deed even wat huishouden, zette een kopje koffie. En toen was het tijd om aan het werk te gaan. Ik ben op donderdag eigenlijk altijd een beetje moe. Omdat ik maandag, dinsdag en woensdag altijd best wel druk heb met heel veel heen en weer. Dus dan doe ik tot donderdag altijd even iets rustiger aan. En daarom ga ik vandaag dus ook gewoon lekker wat tekenen. Ik ga Instagram bepaald mijn stickers video maken. Dus ik zit nu al in de studio. Dan neem ik even een kort stukje op. En dan ga ik daarna gewoon lekker in de keuken zitten om te tekenen. En ik ben heel benieuwd wat ik allemaal moet gaan maken. Nou, zo zit ik dan. Hi! De intro die is inmiddels opgenomen. En de vraag is op Instagram gedeeld. Dus ik ga nu hier in de keuken zitten. En dan ga ik hier mijn stickers tekenen. Nou, vraag je je misschien af, waarom doe je dat niet in de studio? Dat heb ik vorige keer geprobeerd. Dat leek me ook wel leuk om in de tussentijd te kletsen en te tekenen. Alleen ben ik daar niet zo heel erg goed in. Ik vind het heel erg lekker om te tekenen in mijn eigen bubbel. En dan lekker een koptelefoon op, lekker muziekje aan. Of gewoon lekker hier muziek in de keuken aan. Het liefst trek ik nog een pyjama aan en doe ik mijn haar in een knot. Dat doe ik niet, want anders dan zit het straks niet zo goed meer als ik nog het einde van de video moet gaan opnemen. Maar ja, dat doe ik eigenlijk nog steeds hier. Dat werd ook heel veel gevraagd naar de garage makeover. Van, gaat dit dan nu ook helemaal weg? En ga je dan nu alles daar doen? Vind je het niet irritant om heen en weer te lopen? Nou, je moet het eigenlijk zo zien. De studio wordt dus echt gebruikt voor alles wat we van voren filmen. Dat deden we normaal altijd gewoon in de woonkamer. En eigenlijk al dat creatieve, dat blijf ik hier gewoon opnemen. Want hier heb ik al mijn spulletjes bij elkaar. En dat is de magie van het editen, want je ziet er helemaal niks van. Dus nou ja, ik ga even een kopje thee maken, want ik moet nu wachten totdat jullie alle uitslagen hebben ingevuld. En dan ga ik hier lekker aan de slag. Zo, het is gelukt. Het is nu 4:50, dus ik moet snel naar het schoolplein rennen. Maar ik heb mijn stickervel nu net helemaal afgerond en de video er dus ook voor. Echt een hele werkdag kost dat altijd. En heb ik het op het einde echt wel keihard doorgekleurd, want anders ging ik het niet afkrijgen. Ik ga namelijk nu de kinderen ophalen en ik ga met Emily even naar het Streekhof, want we moeten cadeautjes kopen voor kinderfeestjes. Want ze heeft morgen een feestje vanuit school direct, dus dat moet even gehaald worden. En dan is het alweer tijd om te gaan koken en avondeten. En dan zit de dag er alweer bijna op. Dus geen tijd om nog langer te kletsen. Ik ga snel de kindjes halen nu. Ja, dan krijg je meteen een moeilijke. Wil je toch weer de kaarten bij pakken? Geen tekenplanken? Nee. Je mag de kaarten bij gebruiken, hè? Daar heb je hem voor. Hè? Hier een lange plank en daarna heb je een medeklikker. En dan krijg je oor. Ik moet wel aan het werk. Ja, ik ga ook aan de slag. Ik ben ook heel hard al bezig, maar nog niet. Hij is eindelijk klaar met kopiëren. Het duurde echt super lang. Maar het staat erop. Nou, ik ben ook een keer moe. Het is nu 10:00. Het is wel mooi geweest. Ik ben de hele tijd aan het editen geweest. Ik ga nu een pyjama aandoen. Ga ik Rick opzoeken, want die zit ook nog ergens te werken. Boven op zolder, geloof ik. Dan
Dus ik ga even kijken wat hij aan het doen is. En nog even samen kletsen. En dan zeg ik wel trusten. En tot morgen. Doei. Rick werkt vandaag uit bed. Oh, maar je bent wel aangekleed. Dat wel. Dat scheelt. Oh, dat is niet slim. Die van mij is al op. Hij was erg lekker, dankjewel. Nou, het was ook laat, hè, gisteravond. Hoe laat was je nou klaar? Ik weet niet hoe laat het klaar was, maar ik was om 3 uur in bed of zo. Later volgens mij nog. Of in ieder geval dat je sliep, was het later. Ja, ik ben ook wel een beetje moe. Ja, ik ga nu ook gewoon even slapen. Ja, wel trusten. In de tussentijd ben ik bezig met mijn vlog aan het editen. Dus je ziet nu in de vlog dat ik mijn vlog aan het editen ben. Dat is een beetje een raar verhaal. Maar goed, ja, dat moet ook gebeuren. Dus dat ben ik nu alvast een beetje aan bijwerken. Want zoals je ziet is dat nog altijd al best wel veel kleine stukjes en veel werk. En ik had eigenlijk voor de rest niet zoveel zin om iets anders te doen. Dus dat. Ja, cadeautjes mee. Die. Heel goed. Neem maar die meteen mee naar school. Want dan ga je zo vanuit school meteen door naar het feestje. Zin in? Ja, gaan wij Emily missen, hè? Ja. Kom, we gaan lekker naar school. Heb je er wel zin in? Ja. Goed zo. Mila hoeft op vrijdagmiddag nog niet naar school. Dus wij gingen even samen het winkelcentrum in. Echt, het is zo gezellig hier. Leeg, 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 leeg. Ja, die staat er nog wel, hè? Ja, dit vind je nog steeds leuk, hè? Kijk, hey, mijn autosleutel zit in het een hele leuke spulletjes, hè? Allemaal met cavia's. Dit boekje inderdaad, die is echt heel schattig met van die glittertjes. Maar ze hebben hem ook in het zacht. Deze. Het lekker zacht boekje. En ze hebben een etuietje, kijk wat er aan hangt. Allemaal. Ja, mag leuk, hè? Ja, en jij vond deze heel leuk, hè? Kijk, daar zit hij ook op. Lief, hè? Kijk, daar is de chocomel. Wil jij die pakken? Nee. Nee, die daarnaast. Nee, die daarnaast, dat pak. Nee, Mila. Ja, die ja. Nee, nee. Ja, wij gaan lekker warme chocomel maken met speculaas. Daar hebben we zin in, hè? Warme chocomel en speculaas. Jij wil je proeven? Ja. Ja, proef maar. Ja, smulpaapje. Vind je het lekker? Mm-hmm. Goed gekeurd? Oké, dan. Neem ik ook een stukje. Nou, wij gaan even lekker ons speculaas eten en een warme chocomel drinken. En dan was dit het einde van deze weekvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om een beetje mee te kijken in mijn hele saaie, ik bedoel hele leuke week. Als je deze video leuk vond, vergeet dan in ieder geval niet een like te geven. En abonneer je ook op dit kanaal, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Je kan me ook volgen op het Creatje kanaal en op een Creatje Games kanaal. Staat hier beneden in de omschrijving. En natuurlijk op social media, Instagram, Pinterest, Facebook. Staat ook allemaal hier beneden in de omschrijving. In ieder geval dankjewel voor het kijken en tot snel weer. Doei!